staan hier vandaag bij de Kunstwerk 27, zoals we dat binnen Nober 18 noemen. Het viaduct over de Boekloze Straat. En vandaag zijn we bezig met het leggen van de liggers. In totaal gaat het om 38 liggers van elk 22 ton. Verdeeld over 3 verschillende dekken. En die leggen we hier, zoals jullie zien, op het landhoofd, op de beide landhoofden. De landhoofden zijn in totaal bijna 50 meter lang. Gewapend beton aan weerszijden van de Boekloze Straat. En daarbovenop leggen we vandaag en morgen de 38 stuks betonnen liggers. In totaal zijn de liggers verdeeld over 3 verschillende dekken, variërend van 10 tot 24 meter breed. En in de komende weken zullen we daar de rest van de wapening gaan aanbrengen, alvorens we het totaal gaan storten. De lengte van de liggers zijn 22 meter en per stuk zijn ze bijna 22 ton. De volledige breedte van het viaduct is 50 meter, waarvan het breedste dek 24 meter. En dat gaat naar 14 en 10 meter voor het middelste en het kleinste dek. Van alle kunstwerken op Nober 18 is het kunstwerk 27 momenteel het grootste kunstwerk, het breedste kunstwerk van allemaal. Het leggen van de liggers bestaat uit 3 verschillende activiteiten. Namelijk het leggen van de liggers zelf, het dichtbranden van de voegen met de bitumenband en vervolgens tot slot het aanbrengen van de dwarswapeningstaven. Dat gebeurt in de dwarsrichting van alle liggers. De dwarskrachtwapening die is bedoeld om de dwarskrachten in de dekken te kunnen opvangen. En die wapening kan alleen aangebracht worden tijdens het leggen van de liggers. De rest van de wapening die zal naderhand kunnen worden aangebracht. In tegenstelling tot andere viaducten betreft dit kunstwerk een integraal viaduct. Dat wil zeggen dat het straks één geheel wordt, het dek met de landhoofden. En dat betekent voor de planning dat we per dek ongeveer een week aan het vlechten zijn, alvorens we het geheel kunnen gaan storten. Wij maken hier een integraal constructie vanwege de onderhoudbaarheid van de constructie. Vanwege het ontbreken van voegen in een integraal constructie heeft dit kunstwerk minder onderhoud nodig. Het kost alleen iets meer werk om de hele constructie te bouwen, maar uiteindelijk betaalt het zich terug in onderhoud. De globale planning voor het viaduct is dat de komende 2-3 weken de wapening aangebracht zal worden van de verschillende dekken. Daarna zullen de dekken gestort worden en uit moeten harden, 2 weken. En met de totale ruwbouw zullen we nog tot en met januari zullen we bezig zijn. Alvorens we vanaf januari, februari de eerste voertuigen over de brug kunnen laten rijden. Het betreft wel bouwvoertuigen, want we zijn nog tot naar verwachting maart bezig met de laatste afbouw voorzetwand. 2 maart, dat is wanneer het hele kunstwerk afgerond moet zijn.